Dit is een vrouw met handdoek. Zij is zichzelf hier achter de rug aan het afdrogen. En ik heb het gemaakt omdat ik heel erg leuk vind om met allerlei vormen aan de gang te gaan. En geprobeerd ook om het zo abstract mogelijk te houden. Ik ben Erik Rensen en ik woon in Broeke-Waterland. Ik heb een vrouw en twee kleine kinderen en ik ben schilder. Ik vind het juist interessant als ik flink met zo'n werk aan het stoeien moet. Maar er moet ook wel een zekere directheid in zitten. Er moet kracht uitstralen. Er moet op je netvlies blijven hangen als je weggaat. Dat is belangrijk. Ik probeer de geest te verwarren, laat ik het maar zo zeggen. Dat is een beetje de kern van mijn werk. Dat is wat ik ook leuk vind. Er moet ook humor in zitten tegelijkertijd. Altijd jazz. Ik heb altijd Oscar Peterson of zo, of Miles Davis heb ik op staan. Er zit een bepaald ritme in en daar schilder ik op. Dat klinkt heel gek misschien, maar dat vind ik heerlijk. Dus ik sta hier echt te swingen. Ja. Ik heb wel van tevoren dat ik denk van ik ga een naakt maken. Dat wordt dan een liggend naakt en even ben ik een figuur aan het tekenen en daar zie ik iets in. En dat is misschien wel het ontstaansproces. En bijvoorbeeld wat er achter mij te zien is, dat is een schilderij wat ik aan het maken ben nu. Daar was ik dat naakt aan het tekenen, want dat doe je, hè, met houtskool. En dan vervolgens zet ik er een ander figuurtje bij en dat blijkt ineens een spijltje van een bed te zijn. Dat zag ik er althans in. En huppakee, ik ga een ledikant maken. Dat bedoel ik met, gaandeweg kom je iets tegen van jezelf, wat je niet kent. Mijn werk probeer ik mensen te verrassen door de vorm. Dus een vreemde vorm of vreemde kleuren bij elkaar te combineren. Mensen moeten bijna geschokt zijn wat ze zien. Ik vind het heel mooi, vrouwen, prachtig, schitterend. Ik kan er niet genoeg van krijgen om naar te kijken, zeker. Dus je moet het echt in één klap neerzetten. Dat is de kracht ook van het werk, vind ik. Dus een snelle, directe zet zetten. Ik heb heel vaak het idee van, wat komt er nu dan weer uit? Dan ben ik aan het schilderen en dan, ja, dat is wonderlijk. Dan gebeuren er dingen en dan denk ik, waar komt het vandaan? Waar komt het vandaan? Ik heb geen idee. Als ik aan het schilderen ben en ik zit er goed in, dan heb ik geen notie van tijd. Dan is dat volledig verdwenen. Dan ben ik helemaal in het schilderij, letterlijk en figuurlijk. Alledaagse dingen, de meest simpele dingen, de dingen hier gewoon in mijn atelier gebruik ik altijd maar weer opnieuw voor mijn stilleven, zo maar wat te noemen. En als ik de kinderen zie spelen, zou ik daar zo iets leuks van kunnen maken. Of ik zie onze hond ronddartelen, dan zou ik dat ook kunnen gebruiken om een schilderij van te maken. Dus, maakt niet uit, gewoon normale, alledaagse dingen, die vind ik eigenlijk het interessantste om te gebruiken. Zoals dit doek hier bijvoorbeeld, dat vind ik zelf heel erg leuk om aan te werken. Mooi lang, mooi groot, spannend, erotisch, er zit van alles en nog wat in.